Ik ben de Benny en dat is Joeri. En wij zijn de Survivor Warriors of Heavy Fun en Bloody Ambience. En we hebben nu een boot geënterd. Mogen wij die nu hebben? Alright! Jongens, als jullie graag een boot hebben, dan moeten jullie naar het Stedelijk Jeugdcentrum in de Wallenwijk gaan. Dat is Draaibomstraat 6 in Turnhout. Ah, oké. Okay. Joeri, dan moeten we nu naar daar gaan. Alright! Ja! We hebben de Wallenwijk veroverd. Mogen we dat nu hebben? Je kunt ons niet hebben, maar als je wilt uitleven, we hebben hier wel van alles te doen voor kinderen en jongeren. Wat kunnen we hier aan doen? Vertel me, anders zal de jury u schrinken. Zeg Benny, wat is dat eigenlijk, schrinken? Schrinken is Engels voor krimpen, Joeri. Oké dan. Ja, we hebben ten eerste de grabbelpas. Dus elke schoolvakantie organiseren wij activiteiten, uitstappen, knutselen en zo. Voor kinderen en jongeren. Daarnaast hebben wij ook de speeltuinwerking, dat is in de zomervakantie in het Raadseerpark. Daar worden ook van alle spelletjes gespeeld. Het Raadseerpark is een heel groot park met een groot bos, zandbak, veel pleinen. Je kan dat ook als vereniging huren. Het is echt een heel mooi park. Daarnaast hebben we hier in het jeugdcentrum ook nog een repetitiekot. Dus daar kan je met muziekinstrumenten repeteren en zo, muziek spelen. Ik tel nog een jongen. Ja. En daarnaast, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van ons vrije tijdsaanbod, hebben we heel veel, meer dan 20 jeugdverenigingen hier in Turnhout, Giro, KSG, Scouts, die elk weekend activiteit organiseren voor kinderen en jongeren, voor hun leden. Die gaan in de zomer ook op kamp. En die proberen wij met de jeugddienst natuurlijk ook zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben hier bijvoorbeeld een uitleendienst in het jeugdcentrum, waar dat zij duurdere materialen zoals muziekinstallaties, tenten en zo, tegen een goedkope prijs kunnen huren. Oké, vaak. Ja, maar nog allemaal. Kunnen wij er ook gamen op de computer? Ja, in een digidek. Hier, ja, gratis en voor niks. En er is zelfs een personeelslid dat jullie kan begeleiden als je bijvoorbeeld dingen niet weet of zo. Dat is keihandig. En kunnen wij ook frisjes en chocomelk drinken? Ja, in het jeugdhuis. Oh, wauw. Dat is keihard. Ja, ja. En dat is ook in de Wallenwijk. Hey, Joeri, wou ik even drinken? Ik doe er even op. Oh, graag, Benny. Voor mij een frisbee. Wat? Een whisky? Nee, jongen, dat is graag vies. Een frisbee. Ah, oké. Okay. Waarom? Voor mij een chocolade en een frisbee. Anders zal de jury u schrinken. Dat krijg je niet. Ik schrink u, hè? Dat durfde jij niet. Jawel. Hoe zit het? Komt er nog iets van? Oh ja, sorry. Een frisbee en een chocomelk? Als kan, ja. Ja. Misschien wat zeggen, wat is er hier nog allemaal te beleven in het jeugdhuis? In het jeugdhuis? Oh, onder de middag komen hier meestal wat jongeren hun boterhammen opeten. En kunnen ze een krokje bestellen voor een euro. Kijk, lekker. Ja. Zo'n mama kan het ook af zijn. Ze kunnen niet hier iets drinken, maar het is zelf niet verplicht van iets te drinken, dat kiezen ze zelf. Dat is kei gemakkelijk. Er worden regelmatig feesten georganiseerd en dan mogen de jongeren ook met ideeën afkomen. Hè. Zo is er bijvoorbeeld de werkgroep muziek, die bepaalt welke muziek dat er komt, maar er is ook een werkgroep activiteiten. En die verzinnen dan activiteiten zoals de paintball bijvoorbeeld. Dat is kei cool, Ben. Ja, vind je kei graag. Ik wil ook wel bij de jeugd gaan, mogen ik hem meedoen? Natuurlijk. Je mag sowieso langskomen en dan spreken wij jullie wel aan. Ja, merci. Goed. Dan zeg je.